Even zonder bril, want ik ga zo naar de wenkbrauw, mevrouw. Hele goedemorgen allemaal. Het is donderdag 27 september. Het is even naar achter en boven hoor je al het gerommel, want de man die de cv komt controleren, die is er al. Dus dat is fijn. Ik kan mooi tijd boodschappen doen. En hij komt nu de trap af, dus ik ga even kijken wat hij wil. Er zit één klein nadeel aan deze camera. Hij maakt niet vooraf bij elke video die je opneemt een klein fotootje dat je eventueel als thumbnail kunt gebruiken. Dus nu moet ik elke keer uit een filmpje een thumbnail halen en dat is best wel lastig. Dus ik moet er echt om denken dat ik nu even een thumbnail maak. Dus dat ik een filmpje maak waarin ik even lach, gek doe of denk van ah. Maar ja, ik heb er nu één. Ja, ik had het vergeten en ik wilde toch iets doen, dus nu krijg je dan... Nou, je moet er zelf maar gewoon kijken. Volgende week dinsdag is deze van. Moet je maar zien. Goed. Nou ja, boven wordt nog gewerkt. Het is inmiddels 8:30. Ik kan zo meteen lekker op tijd boodschap gaan doen, dat vind ik wel fijn. Daar maak ik een shoplog van, dus die zien jullie een andere keer. Ik denk dat die... Laat ik ze even spieken. Die komt zaterdag, of het komende zaterdag online, ja. Dus die zie je zaterdag. En die heb ik dan vandaag al opgenomen, ja. Dat is even niet anders. Ik ben nu op zoek naar een leuke smiley. Die ga ik nog even zoeken. Zo, de cv is weer goedgekeurd. Schijnt weer 2 jaar mee te kunnen. Dat is mooi, het ding is al 11 jaar oud. Dus ja, hij zal een keer het op gaan geven. Hopen dat ik dan nog niet zo'n gaswarmtegeval moet. Want dat zijn echt aanschaffen dat je rip uit je lijf hebt. Inmiddels heb ik de tweede vlog. De helft is af ongeveer. Ik moet nog heel wat clipjes. Ik had stiekem 21 geschoten. Ja, gisteren. Terwijl ik 6:30 thuis was. Dus dat zegt genoeg. Ik ga zo meteen even schoonmaken in huis. Nee, ik ga eerst boodschappen doen, dan schoonmaken. Dat lijkt me een betere volgorde. Ik kan niet al te vroeg bij de Aldi zijn. Dus donderdag zijn er allemaal aanbiedingen. En dan is het hok vol met mensen die op die aanbiedingen afkomen. Dus ik wil daar niet al te vroeg zijn. Dus ik ga even de edit afmaken en denk dat ik dan die kant op ga. Tot straks. Ik weet niet hoe ik het doe, hè. Maar gewoon weer een vlog van een kwartier. Maar ik zit nu ook alweer op 5 of 6 clipjes. En die duren allemaal een minuut. Dus... Het gaat zo snel. Ik ga even wat aan mijn haar doen. Want dat heb ik even gewassen vanmorgen. Maar nu is het een beetje flatjes. Dus dan ga ik even wat in doen. En dan ga ik mijn sloffen uitdoen. Die hebben jullie nog helemaal niet gezien. Hè? Ik heb zulke lekkere sloffen. Echt. Kijk. Die zijn zo lekker warm. Schapenstofjes zijn het. En dan ga ik heel erg snel naar de winkel, want het is inmiddels 9 uur, dus dan moet het. Ik ga eerst even beneden schoonmaken. Als ik nu ga, dan staat de winkel vol, dus nee. Haren schoonmaken en dan naar de winkel. Nou, ik moet alleen nog eventjes die kastjes daar afnemen aan de buitenkant. Maar hier is het alweer schoon. Nou ja, die kast let daar alsjeblieft niet op. Dit is weer schoon. En die ramen, daar moet ik ook wat mee. Die moet ik lappen. Maar als ik ergens een bloedje hekel aan heb... De ramen op. In elk geval ga ik nu naar de winkel. Ik ga naar de Dekamarkt en de Aldi vandaag. Ik heb de tassen hier al achter me staan en ik ga nu de boodschapjes doen. Ik zie jullie straks weer en dan maak ik een shoplog voor jullie. En die komt dus zaterdag online, zoals ik al eerder zei. Weer thuis van boodschappen doen en dan ziet het er zo uit voor ik er een shoplog van maak. Een krat. 2 tassen. Nog een tas en nog een krat. En daar ga ik nu een shoplog van maken. Zo. Nou, ik ga nog even naar IKEA. Valerie belde, ga je mee? Nou, dus we gaan nog even naar IKEA. Wordt wel een vluggertje IKEA, want vanmiddag heb ik nog weer afgesproken om met Timo wat te gaan doen. En dus ik moet om 4 uur weer terug zijn en het is nu 12:30. IKEA is 25 minuten rijden. Dus ze zijn al een uur onderweg. Dus 2:30 ben je dan op z'n vroegst. Tenminste, 1 uur. Het moet lukken. Wordt misschien nog wel een uitgebreid rondje IKEA. Nou, in elk geval, ik zie jullie of onderweg of in de IKEA. Tot straks. De lucht is hier strak blauw.
En ik loop alvast even richting de auto. Ze komt er aanrijden. Het is nu 1 uur. En we gaan dus zo meteen die kant op rijden. We zijn maar 1:30 ongeveer daar. Dus dan hebben we tot 2:45, zeg maar. Nou, dat is lang genoeg, denk ik, voor deze dag. Mijn haar even een beetje vastgezet. Dat was wel, ik had eerst staart in. Maar nu weer de helft los. Er zit echt maar een heel klein klemmetje in. En een heel klein plukje zit me vast. Dus. Nou, maar ik ga op het hoekje staan. Dan kan zij zo omdraaien of kunnen we zo doorrijden. Dat is wel zo makkelijk. Dus daar ga ik nu even heen wandelen. We zijn er bijna. We zoeken vast een plekje. Staan. Hoe cool is dat, die kleur erbij? Het is wel leuk. Is toch perfect? Ja. Ik heb een nieuw huis gevonden in de IKEA. Kijk nou, hoe leuk. Oké, dat hoeft dan niet, mijn kinderen zijn groot. Maar keukentje. Eindelijk een grote kast. Oh, een mooi bed. Nou, goede kledingkast, een kinderkamer, nou dat kan dan wel een logeerkamer worden. Maak ik daar mijn computerhok van, hè, zo. Met ook nog een mooie kast erin. Een gangetje met nog meer kast. Badkamer. Ik zeg, hier blijven we wonen. En nu ben ik Valerie kwijt. We hadden trek. Niet geluncht alle twee, dus daar ging een appeltaart op. En daar lag iets anders op. En de chocomousse konden we ook niet weerstaan. Maar we hadden wel hele gezonde appelsap en thee. En ik heb iets gekocht om eens geit te kopen voor de chiwini. Voor onze party frikandel. En ja, ik heb een camera. Blijkbaar vinden mensen dat ook hier weer heel bijzonder. Nou, ze kijken maar lekker. Maar zo, weer thuis. Nou, het enige wat ik gekocht heb is een... Park, hoe heet dat ding ook alweer? Kelgis, dat was hem. En nog voor in de keuken, nu moet ik even, ja, hij is uit beeld. Die andere die wil wel in beeld, dus dat maakt niet uit. Kijk, ik heb er nu twee. Eentje hier en eentje daar, want die zat gewoon zo vol dat ik er niks meer mee kon. Dus nu heb ik er twee. Peter. Even zonder bril, want ik ga zo naar de wenkbrauw, mevrouw. Ze moeten echt bijgewerkt. Hier begint het allemaal een beetje raar te worden. En ze kunnen best wel wat kleur gebruiken. Dus hier en voor. En dan straks erna. Tot later. Oh ja, dan vroeg iemand wat voor kleur ogen heb je nou. Zullen we groen doen? Grijsgroen? Zelfde als mijn vader in elk geval. Ja, het is nu nog allemaal natuurlijk heel rood. Maar kijk. Ze hebben tenminste weer een beetje kleur nu. Ja, het is nog echt helemaal rood. Dat trekt wel weer weg. Maar ik ben heel tevreden. Ze zitten weer heel mooi. Dus dan kan er weer een weekje of 6 tegenaan. Dus ja, ik kon nog niet zo ver vooruit plannen. Het is niet online, dus dat komt nog even. Nu ga ik lekker Flying Doctors kijken. Mijn huispak aantrekken. En dan ja, even niks doen. Ik moet nog eigenlijk een beoordelingsschema maken. Maar ik heb nog niet helemaal in de smiezen hoe ik het wil doen. Dus daar moet ik nog even over nadenken. En dat, meestal popt dat dan ineens op. En is het dan ook in een vliegende vloek en een zucht klaar. Dus ik laat mijn brein lekker even malen. Want die heeft wel wat die dingen al. Maar het is nog niet compleet. Dus ik ga nog even doorbroeden. Nou, kijk eens wie er wakker is. Hey Pixie. Ben je wakker, man? Wil je wat lekkers? Oh ja, wil je wat lekkers dan? Pixel komt even heel dichtbij kijken.
Hij moet er wel even voor werken natuurlijk, hè. Lekker hè. Nou, dan mag je er altijd twee van. Dat weet meneer ook, want hij blijft net zo lang zitten tot hij ook nummer 2 heeft gehad. Daar is 2. Oh, die gingen wat makkelijk door. Ja, nou stoppen. Ja. Jij. Nou, wat ik eigenlijk tegen jullie wilde zeggen is, ik krijg net een melding van Buienradar. Pling, er wordt regen verwacht. Ik loop naar buiten om de deuren dicht te doen. Sterren. Geen wolkje te bekennen. Ik denk dat Buienradar van de leg is. Goed, ik ga de vlog afsluiten, want ik ga naar boven. Het is 9:50. Er is zo'n extra journaal in verband met mogelijke terroristische aanslagen die ze hebben verijdeld. Daar wil ik even naar kijken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ben je nieuw hier? Hartelijk welkom. Leuk dat je er ook bij bent. Vergeet niet om de belletje in te drukken. Hè? Dan krijg je elke keer een melding als ik een vlog of een video plaats. Want die plaats ik meestal 's ochtends om 7:15. Maar soms komt er ook 's middags nog wel eens iets extra's online. Bedankt voor het kijken in elk geval. En kijk je dit nou 's morgens, dan wens ik je een hele fijne dag. En kijk je dit 's avonds, dan slaap lekker en heb mooie dromen. Doeg!